Theaterfestival Boulevard keert terug op oude locatie. En het Zuiderpark heeft ons stevig verleid om de overweging te maken om te blijven. Maar wij kiezen toch voor de parade. En verder, mobieltjesverbod ingegaan op middelbare scholen. En een koninklijke erepenning voor Gilde Sint-Joris uit Helvoort. Dit is het DTV Nieuws. Welkom. De organisatie van Theaterfestival Boulevard is druk bezig met het plannen van de 40ste editie van het evenement. De belangrijkste knoop daarvoor is nu doorgehakt. Het festival keert in augustus terug naar de plek waar het al 35 keer haar tenten mocht opslaan. De parade is bijna helemaal vrij van bouwhekken en het theater aan de parade is weer volop in gebruik. Genoeg reden voor de organisatie van Theaterfestival Boulevard om na 3 jaar op een andere locatie definitief terug te keren naar de parade. 35 jaar lang hebben we hier het festival hard mogen opbouwen. We zijn tijdelijk in het Zuiderpark geweest en het Zuiderpark heeft ons stevig verleid om de overweging te maken om te blijven. Maar wij kiezen toch voor de parade. Het verleden ligt hier, de toekomst ligt hier. Het is dicht bij de panden waar wij graag in spelen, zoals Theater aan de Parade, zoals ons eigen huis, pand 18. Ja, we zijn meer ingebed in de stad. Boulevard bestaat 40 jaar. Dus de 40ste editie aankomende 2024. Nou ja, en met de opening van Theater aan de Parade is het wat ons betreft een hele mooie samenloop van omstandigheden. In de jaren dat het festival in het Zuiderpark plaatsvond, heeft de organisatie veel inspiratie opgedaan en belangrijke lessen geleerd. Kijk, dat hele groene en groenrijke omgeving, dat is mooi. En die reacties krijgen we ook. We gaan ons best doen om dat ook diezelfde sfeer in de binnenstad terug te laten keren. Voor iedereen is een park open en verwelkomend. En dat is denk ik een les die we heel graag mee willen nemen naar de parade. Hoe zorgen we dat dit niet een ingesloten festivalhart wordt, maar hoe houden we het open naar alles wat hier om ons heen gebeurt? Voor het 40ste jubileum pakt de organisatie niet per se groter uit. Maar het theaterfestival zal niet beperkt blijven tot enkel de parade. We proberen ook echt wel buiten de ring om de binnenstad in wijken te landen. Zoveel mogelijk mensen bereiken, ook naar de binnenstad halen. Maar er zijn om de parade heen zoveel mooie plekken te vinden die we ook al jarenlang hebben kunnen bespelen. We hebben Huis 73 bijvoorbeeld, pand 18, Theater Artemis. We denken aan de tuin van de Sint-Jan als plek waar we eventueel iets kunnen tonen. Dus er is ook een schat aan speelplekken die op een steenworp afstand liggen van de parade. Dus we gaan het publiek verleiden om uitstapjes te maken en steeds een stapje verder te zetten. Boulevard vindt plaats van 1 tot en met 11 augustus van dit jaar. Het Gilde Sint-Joris uit Helvoort heeft de koninklijke erepenning ontvangen. Ter gelegenheid van het 425-jarig bestaan kreeg het Gilde deze koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Roderick van de Mortel. De burgemeester reikte daarnaast een zilveren schild uit op persoonlijke titel en schonk het gezelschap een financiële bijdrage namens de gemeente Vught. Het Gilde Sint-Joris werd 425 jaar geleden opgericht om de Helvoortenaren te beschermen tegen de plunderende Spaanse troepen uit die tijd. Vandaag de dag is het Gilde vooral actief bij feestelijke evenementen en herdenkingen. De bestuurlijke fusie van het Elde College en het Udes College is een feit. De scholen vallen voortaan onder de nieuwe overkoepelende stichting Sterk Regionaal Onderwijs. De samenwerking bleek nodig om de dalende leerlingenaantallen tegen te gaan. Het Elde College, dat locaties heeft in Schijndel en Sint-Michielsgestel, en het Udes College benadrukken dat met de fusie de dagelijkse praktijk niet verandert en dat de eigen identiteit van de afzonderlijke scholen behouden blijft. Even appen tijdens de les. Alvast checken in welk lokaal de volgende les is of een spelletje spelen op de smartphone terwijl de docent voor de klas staat. Sinds deze week is het verboden op alle middelbare scholen in Nederland. En dat is even wennen, ook in Sint-Michielsgestel. Het landelijke mobieltjesverbod is op 1 januari officieel ingegaan en daarom moeten de telefoons voortaan worden opgeborgen in de kluisjes of in de tas blijven tijdens de lesuren. En dat is zo net na de kerstvakantie wel wat onwennig op gymnasium Beekvliet. Nou, voor mij, het was niet alsof ik de hele lessen niet aan het opletten was. Alleen soms dan kijk je even op de tijd of als je een melding krijgt, dat is wel zo, maar
het is voor mij niet een hele grote verandering. Maar het is wel een beetje gek of zo. En het is ook, hij mag gewoon echt niet zichtbaar zijn. Dus hij zit ook in je tas. Ik vind het op zich, ja, het ligt meer aan dat als je uit de les komt en dat je dan in de gang staat, dat je dan niet op je telefoon mag. Bijvoorbeeld, je kan niet kijken of je een appje hebt gekregen of naar welk lokaal je moet. Maar verder vind ik het op zich, ik vind het op zich wel prima. Want ik zit sowieso niet heel erg veel, ja, thuis wel op mijn telefoon, maar op school zit ik niet superveel op mijn telefoon. Dus ik vond het op zich wel prima. Ik zag wel dat er een bepaalde groep was van mensen die veel op hun telefoon zaten tijdens de les en die letten dan ook niet op. Maar het was, dit jaar valt het wel een stuk mee. Eerder mochten scholen zelf de regels bepalen. Maar vanaf 2024 mogen mobiele telefoons en ook tablets of smartwatches niet meer worden gebruikt in de klas. Behalve als daar een goede reden voor is, bijvoorbeeld als er een schoolopdracht aan gekoppeld is. Deze docent is blij met het verbod. Ik denk wel dat het feit dat de telefoons geen rol meer spelen in een normale klassensituatie, dat wel alleen maar te goede komt aan de concentratie. Ook een stukje veiligheid in de klas, hè, dat ze niet ondertussen nog elkaar kunnen filmen of op andere manieren met de telefoon elkaar kunnen plagen. Deze leerlingen zijn opgelucht dat het verbod enkel voor de klaslokalen en de gangen daaromheen geldt, want in de pauzes komen de smartphones gewoon weer tevoorschijn. Als je op je telefoon zit, dan praat je alsnog met elkaar of je laat even dat zien aan een vriend. Ik denk dat het ook wel juist iets heel leuks kan zijn. En ik denk dat in de pauzes, dat het er nog wel is, dat het wel iets goeds is. Want ja, ik denk niet dat het op dat moment een grote boosdoener is of zo. Juist niet. Dan zit je wel op je telefoon. Alleen, je gaat ook met elkaar communiceren en zo. Voornamelijk dat je dan bijvoorbeeld ga je sociale media checken. En dan, het duurt ook niet heel lang, het is heel even. En daarna ga je gewoon weer praten met elkaar. En na de pauze moet de telefoon echt weer in de tas of in de kluis. Want mocht de telefoon dan nog zichtbaar zijn in of rond het lokaal, dan gaat hij achter slot en grendel. Zodra we ze zien, en dat kan op van allerlei verschillende manieren zijn, leveren ze ze bij ons in. En dan mogen ze om 16:30 bij onze administratieve man weer ophalen. Vanaf na de zomervakantie gaat het mobieltjesverbod ook in voor basisschoolleerlingen. Dinsdag was een ijskoude dag met minimumtemperaturen van -6 graden en een matige wind. In de nacht daalt het kwik tot mogelijk -8 en ook woensdag overdag blijft de temperatuur onder het vriespunt. Daarna gaat de temperatuur stijgen tot boven nul. Heeft u nou nog een mooie weerfoto gemaakt? Mail die dan naar weerfoto@dtvnieuws.nl. Dit was het, maar meer nieuws, zoals over Michael van Gerwe die op de Dutch Darts Masters flinke tegenstand krijgt, leest u op dtvnieuws.nl en in onze app. Graag tot snel!